Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Zo, man, ja, het was gisteren een lange dag. Ik zat om 1:30 nog daar, achter de computer, om de video te editen. We hadden heel veel gefilmd, er was ook heel veel gebeurd natuurlijk. We zeiden gisteren nog, als ik nou morgen wallen onder mijn ogen heb, dan komen het die dingen. Maar daar kom ik niet door. Ik heb daar helemaal geen last van gehad, moet ik zeggen. Dat geluid horen we binnen bijna niet. Maar we hadden nog wel problemen hier met de stoppenkast. Ja, ze hebben ooit bedacht dat de afvoer van het plat dak, dat die daar uitkomt en dan gaat hij door de muur naar daar. Dat is allemaal heel goed. Ik weet niet wie er eerst was, de afvoer of de stoppenkast. Maar in ieder geval, om nou de stoppenkast onder de afvoer te maken, dat was niet het beste idee. We hadden dus lekkage. Er was in de stoppenkast gelopen daar. Er was de stroom eraf, ook van het hele woonhuis en zo. Dus dat was een beetje vervelend. Ja, ik heb nu met een aantal dakplaatjes, daar zo. Nou, daar een goot gemaakt. Even kijken. En dan hier met een dakplaat. En dan lekt het hier op de grond. Nou ja. Ja, daar zou je iets aan moeten doen aan het dak, hè? Oh ja, dat treft. Daar zijn we volop mee bezig. En daarna is de elektriciteit aan de beurt. Dus, hey, maar laten we even kijken. Want we hebben natuurlijk gisteren niet meer kunnen kijken bij de sanering. Want ze waren nog volop bezig. Ja, we kunnen nu ook niet binnenkijken. Maar ik ga wel even kijken voor de tussenstand natuurlijk, hè. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Leon, hoe is het? Ja, best. En bij jou? Ja, ook prima hoor. Oh, lekker. Mooi. Hoe gaat het hier? Ja, we hebben de twee plafonds zijn grotendeels uit. Dus het gaat goed. Straks de laatste plafond eruit halen en dan gaan we alles nalopen en gaan we beginnen met schoonmaken. Oeh. Ja. En wanneer mogen we binnenkijken? Ja, ik kan zo even een GoPro mee naar binnen nemen. Dan kunnen we even, kan ik in ieder geval met masker op even een rondje lopen binnen. Hey, dat is super. Ja, GoPro mag wel mee binnen, want ja. Die kunnen we afspoelen onder de kraan, hè? Ja, die kunnen we afspoelen en schoonmaken. Ja. Ja. Super. Ja, leuk. Nou ja, dat is mooi, want ik ben wel benieuwd. Ik heb al een fotootje gezien natuurlijk, hè. Dus, maar dat is wel mooi, hoor. Er worden wel ruimtelijke hallen opeens, hè? Ja, heel ander gezicht gelijk weer, ja. Ja, super. Ja, ik ben echt benieuwd. Wanneer denk je dat op kan leveren? Dat we echt naar binnen mogen? Morgenmiddag hopen we dat het vrij te geven allemaal. Super. Eind van de middag. Dus dan, dan komen ze morgen ook al met de containerwagen misschien. Of nee, vrijgeven mag als de container staat en als iemand dicht is. Ja, vrijdag gaan we alles opruimen en alle sluizen en de deco ervoor vandaan halen. Ja. En dan kunnen de containers er weer uit. Ja. Ah, ja. Precies. Dan moeten we even kijken, want die containers. Ik zit even met de planning. Vrijdag ben ik niet hier. Dan doen we dat maandag. Kan ook maandag. Komt daar goed. Ja. Ja, super. Ja. Ik ga een GoPro halen voor je. Ja, is goed. Zo is het. We zitten net te kijken waar we verder gaan filmen. Ik zeg nou, weet je wat, ik introduceer gelijk Gerard. Maar die kennen jullie al. Ja. Dus van vandaag weer een dagje mee helpen. Ja. Of de rest opruimen. Zo is het. Ja, super. Ja, leuk dat je er weer bent natuurlijk. Ja. En
We hebben nog even een mini postvlog, want er ligt een pakketje hier al eventjes. En ik heb stiekem al een beetje gespiekt wat erin zit, maar ja, anders... weet je wat, Gerard? Ik geef hem gewoon aan jou. Kijk maar even. Er staat op voor de camera. Kijk. Camera crew, even kijken. Waar? Ja. Dus ik was natuurlijk heel benieuwd, maar we hebben al een hele tijd even niemand om te filmen, behalve ikzelf dan eigenlijk. En onze patrons natuurlijk, hè? Die hebben ook nu al eens geregeld de camera vastgehouden de afgelopen week. Dus ja. Dat is voor jou in de camera. Ja, daarom. Dus ik denk daarom, dan geef ik hem nou aan jou, want jij zult misschien ook wel stukjes filmen. Dus dan ben jij nou even de camera crew van vandaag. Hey. SD-kaartjes. Ja, super hè. En ik heb er stiekem al eentje uitgehaald en in de camera gedaan. Ja, want we hadden in de camera hadden we namelijk met een SD-kaart adapter hadden we daar een micro SD in zitten van de GoPro. En nou had de GoPro weer mankementen, dus daar zit nou de micro SD weer in. En nou zit, nou ja, dus. Hey, maar kijk hier dan. Nu heb je er genoeg. Ja, super. Ja, er zat geen brief bij, dus ik weet niet van wie het afkomt eigenlijk. Tenminste, er zit niks bij hè, ja, voor de rest. Alleen. Hey, we hebben hem ontdekt. Hey, Arjan. Hartstikke bedankt jongen, dat komt echt super goed van pas. Dus ja, deze video wordt al opgenomen op een van jouw kaartjes. Dus bedankt. Even kijken. Hey, we kunnen gewoon 10 uur filmen nou. Met de kaartjes die erin zitten. Ja, we hebben gewoon 4 van die 128 gig kaarten nou. En we kunnen er 2 in, hè? Kijk. Er zitten gewoon 2 slots. Oh, aan deze kant. Andere kant. Kijk, 2 kaartjes erin. Gewoon 10 uur kunnen we nou filmen aan een stuk. Zo. Super, hé. Nou, laten we dat gelijk gaan doen. We hebben niet eens meer 10 uur deze dag. Dus als we gewoon vanaf nu alles filmen, dan kunnen we nog steeds de camera niet vol krijgen. Zo, nou, we hebben even een rondje gewandeld. En we hebben een plan gemaakt. Ja, deze hal moet natuurlijk nog het een en ander uit. Bobcat, die gaan we in het bos zetten. De heftruck die hadden we bedacht, die gaan we hier toch op de plaats laten staan. Want dat is wel een zwaar lom ding om daar door de slijk heen te slepen. Dus dat lijkt me geen goed plan. De gas M21 die gaan we wel in het bos zetten. Maar voordat we daarmee aan de slag gaan, is het handiger om eerst hier wat meer ruimte te krijgen natuurlijk. Want anders moet hij hier allemaal tussendoor liggen te prullen met alles. En die auto die kan er ook nog niet lekker uitdraaien. En dit moet toch weg. Dus dat is dan het handigste. Oké. Okay. Nou kan ik vertellen wat we aan bedacht hebben. Maar we kunnen het ook filmen dat we het doen. Ik denk dat het makkelijker is. Ja, gewoon beginnen. Kijken hoe ver we komen. Zo is het.
Nou Gerard, je hebt ook niet stil gezeten. Nee, ik ruim hier alles op en jij ruimt het achter, dat werkt prima. Ja inderdaad, ja super. Deze dingen al klaargezet. Die kunnen we daar zo het bos in rijden. En hier zelfs de boel al even weer netjes vlak geschoven, al de rotzooi weg. Ja. Over vlakschuiven en rotzooi gesproken, moet je kijken, het moeras wordt hier steeds erger. Vooral hier zo ook. Echt een knik ondertussen al. Echt een zonk, maar dan komt, ik kan hier niet anders dan hetzelfde padje te rijden de hele tijd. Dus dat is naar. Kijk hier ook, dit bochtje ook. Dit is echt, dit is papzooi hè. Ja, verschrikkelijk. Maar hier zo, kijk hier verderop. Stop hè. Zo. Blijft eigenlijk laag staan. Ben er weer. Maar ja, kijk, hier ben ik op een gegeven moment steeds net uit het spoor gaan rijden. Ik kan allemaal nieuwe spoortjes maken en dan blijft het wel beter. Maar als je, ja, als je niet anders kan dan door hetzelfde spoor te rijden, dan wordt het echt heel naar. Dus dit kan dadelijk die bak gewoon eens helemaal wegscheppen. Dan kan ik ook eens een keer daar rijden. En dan, maar dan moet ik hier wel heel scherp draaien. Dan wordt hier nog erger natuurlijk. Misschien eigenlijk wat droogzand erin rijden. Dat heb ik daar gedaan. Dit is allemaal nog prima. Maar ja, dat is natuurlijk wel, want als je steeds uit het spoor rijdt, dan hou je het een beetje vlak en dan kan het water ook weg natuurlijk. Als je op een gegeven moment echt van die diepe sporen krijgt, en het is in die bocht daar, dan blijft daar water in staan en dan rij je er weer door en dan rij je weer een beetje zand omhoog en dan wordt echt zo'n lelijk papgat. Nou, hier heb ik net allemaal zand overheen gereden weer, wat droog zand. Een beetje van die bosgrond, die zuigt het ook nog wel wat op. Ik hoop dat het een beetje blijft zitten hier. Daar, die wortels lagen op een gegeven moment helemaal bloot. Dat is dan niet zo'n ramp, want deze boom die wilde toch gaan wegzagen. Die hangt helemaal naar boven en het is echt een hele grote knaap. Maar ja, hier elke keer over die bult heen rijden is ook niet zo handig. Natuurlijk knikt het dadelijk alles eraf. Moet wel die spullen er nog een keer op tassen, dat is niet handig. Hij blijft niet bezig. Nee, ja precies. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe lang dit goed blijft gaan. Wat denk jij? Zand rij je zo weer weg, hè? Dan krijg je geen kans om te gaan zitten eigenlijk. Je hebt kans dat het van het drijfzand wordt, omdat je alles loopt te mengen de hele tijd. Ja, dus ja, dat was het al. Ja, maar nou nog erger waarschijnlijk dadelijk. Ja, precies. Je moet nog een paar keer. Ja, het is bij dat bochtje daarachter. Dan probeer ik uit het spoor te rijden. Dat ik net naast het spoor, maar dat gaat gewoon niet. Je kunt daar gewoon helemaal naar links sturen, maar die lode gaat gewoon naar rechts. Dat is zo vettig spoor daar. Ja, je ziet het ook, als je zo rijdt, dan zie je de wielen draaien, maar hij gaat gewoon rechtdoor. Ja, ik probeer elke keer uit het spoor te rijden, maar dat gaat gewoon niet. Dat lukt dan niet. Je kunt ook niet anders dan in het spoor rijden. Maar die lode rijdt zomaar niet vast. Dat moet gek gaan. En hij kan zichzelf ook losduwen natuurlijk. Dus dat komt altijd wel goed. Maar het is wel naar als we dadelijk met een pellet erop staan. Staat dan vast. Ja. Lostrekken met de heft. Met de kraan. Die staat al klaar. Ja. Dit wil ik gaan verharden uiteindelijk hier de plaats. Je moet gewoon van de bouwgrevel erop gooien. Ja. Ja, we willen hier eigenlijk stelkomplaat in gaan leggen. Hier zo. Dit hele stuk verharden en dan dat hok gaat weg. Dan kunnen we gewoon helemaal mooi rondrijden ook. Ik kan niet voor overbiepen. Ja, misschien wel, maar ik zou hem gewoon achterover pakken, dan zoveel mogelijk. Oh!
hij kan wel voorover kiepen. ik denk zo even later en dan, dan doe ik hem met de loader, ik kiep hem terug recht. Ja. Dan denk ik dat er bijna niks uitvalt. Ja, doen we daar een spanbandje eraan, dan kan hij niet omkantelen. Dat makkelijker, ja. We hebben een boel ruimte gemaakt al. We willen dadelijk de vloeistoffen tot tegen. Die willen we eigenlijk helemaal hier gaan zetten. Maar ja, er staat nog een hele struik in het pad. Dus die gaan we even snoeien. Had ik bedacht, dan duwen we met de loader gewoon al een beetje die kant op. Dus daar gaan we hem af en dan kunnen we door de kant op laten vallen. Laag over de grond houden. Ja, dat je geen hond kan raken als het goed. Ja.
En nog ongeveer 1,5 meter tot de balken. Oh maar. Iets wenken deze kant op. We gaan de schade opnemen, kijken wat er allemaal omgevallen is. Gelukkig is de vloeistofcontainer natuurlijk ook vloeistofdicht. Dus alles wat omvalt, blijft er wel in. Wow! Kijk hier dan! Het is goed gelukt. Alles staat nog in de schapjes. Kijk hier, deze was die. Die had ik gezien. Die kon... Ja, deze maakt niet uit. Ah! Ja, niet meer poetsen dan. Oké, okay. Nou, mooi! Geweldig zo. Ja, dit was wel het. Dit was wel aardig de max wat de loader kon pakken. Toen ik ging sturen, toen ging die aan de achterkant zo opzij, omdat hij daar aan het zweven was. Maar ja, perfect. Hey, laten we even kijken. Jij gaat dadelijk eventjes een stukje loaderen, hè? Ja, nou ben ik de Jacques. Ja, precies. Jij rijdt voor je werk ook wel eens met een loader, toch? Ja, dus, ook wel eens. Dus ja. Ik zou het moeten kunnen. Ja, mooi. Dat komt goed. Ja, we kijken. Woe, akker. Ik ga ondertussen aan de slag met de heftruck. En dan niet die heftruck, maar die. Die willen we daar gaan zetten. Het zou makkelijk zijn als hij zelf kon rijden natuurlijk. Dus ik ga even een accu bijpakken. Een beetje benzine erbij doen. Kijken of we hem weggereden krijgen. Wow, Gerard, jij hebt geluk, jongen. Dat is de beste werkplek die je nou kan hebben vandaag. Hier is lekker droog en warm. En warm ook. Muziekje erbij ook, hè? Radio zit daar in de hoek. Ja. Nou, doei. Succes. Ik zou hem boven pakken, Gerard. Ik zou hem aan de bovenkant pakken. Bovenste buis. Koppeling, hydraulische koppeling en dat zit waarschijnlijk bij het, oh, lijkt wel mechanisch trouwens. Raar. Is het pompcilindertje onder de vloer dan, denk ik. Dat zou wel kunnen. Yeah! Oké dan, we gaan hem slepen. Yes. Yeah.
lukken. Dat is goed gelukt. Nou, we gaan de Gaas M21 eruit halen. Ja, trekken we buiten? Nou, pas op, Hugo. Schuif maar eens even op. Ja, daar. Gaan we naar Loden rijden. Maar, fancy bril. Even kijken hoor. Even eraf. Zo, die past bij de auto. Nice. En hoe zit de auto? Nou, ik weet niet of ik hem over kan kopen, maar ik had het zo gedaan. Ja? Het is best lekker. Ja? Fijn, het is een comfortabele wagen. Hè? Het is een comfortabele wagen. Ja, dat zeker. Kijken of hij dan geduwd krijgt. Hij duwt best zwaar volgens mij. Oh, hier. Die remmen zijn goed, jongen. Hoho. Je hebt mij goed gemaakt. Goed, denk ik. Ja, zo komt dat goed. Ik moest ook best wel werken. Ja. Echt wel. Ja, dit. Maar het was zonder loden niet gelukt hoor, om die hier te trekken. Ja, met een tractor of zo misschien. Nou, joh. Hoef je al de rupsenbandjes onder te zetten? Ja. Heel niet. Dan trok hij nog zwaarder. Dan had deze rupsbandjes moeten hebben. Maar als deze rupsbandjes had gehad, dan was het daar nog veel slechter. Dus. Dan hadden we weer een groter ding met rups. Maar we hebben een ding met rupsbandjes, maar die past niet tussen de bomen door. Ja, tussen die bomen vond ik wel even spannend, want daar richtte steeds meer naartoe. Ja, ja, dat zag ik. Dus toen ze begonnen met de griep op site, die trok ik jou zo de bocht door. Want anders zat je tegen die bomen aan. Ja, ik kan in principe vrij weinig. Nee, jij stuurde op een gegeven moment gewoon naar links en die auto ging gewoon naar rechts. Ik zag die banden zo onderstaan van die kwarken modder ervoor allemaal. Oké, nou mooi, ja, goed gelukt zo. We kunnen dadelijk zeil zo overheen doen dan. Eigenlijk staat hij hier ook wel gewoon prima, denk ik. Ja. Ik denk gewoon lekker zo laten misschien maar. Hoop maar niet dat de grote takken van de boom afwaaien. Ja. 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 Ik heb hem nergens zetten, want er zijn overal bomen. Oké. Mooi.
hier moeten snoeien net. Hè? Toch te veel laten staan. Nou, lekker gewerkt zo, toch? Ja, je kan je contourkeren. Ja, inderdaad. Hier heel die hoeken hier vrijgeruimd. Dat is wel echt goed. En ondertussen ook al deze halve leeg. En deze eigenlijk, ja, die stelling die moet morgen worden afgebroken. Hallo camera, zijn we erbij? Hoi, ja, hey, daar zijn we weer. Die, dat kunnen we morgen allemaal gaan doen. Ik denk dat ik schouw nog wat van die zeiltjes bestel bij Indy. Zo makkelijk, want je kan alles zo afdekken. Ja, inderdaad. Als het van buiten staat, dan kan je het iets langer tegen. En ik moet eigenlijk ook een hele grote hebben waar de tank onder past. En de BNP ook. Oei. Ja, twee zeilen. Ja, je hebt ze wel zo groot, denk ik. Ik weet het niet. Kijk, ja, kuilplastic sowieso, maar... Ga ik zo opzoeken. Ja. Zien jullie morgen in die kluis. Hé, hey, laten we gauw binnen gaan, of wel weer. Die deuren dicht en zo. Wat? Volgens mij heb je ze eigenlijk 5x9 of zo. Dus je hebt ze best wel groot. Zo, ja. Ik weet niet, ik heb een heel assortiment al wel, maar niet genoeg. Wel mooi in kleur dat goed bij de BNP past. Het is camouflage zelf. Ja. Mooi. Hé, hey, Gerard. Laten we het gaan afsluiten. Dus ik zou zeggen, ja, hartstikke bedankt voor je hulp vandaag. Ja, graag gedaan. Ja, ik ben morgen voormiddag bij de hulp. Ja, morgenochtend komen we even helpen en dan daarna in de middag moet ik werken. Dus dan rijd ik gelijk door hier vandaan naar mijn werk toe. Ja, super. Ja. En als het goed is morgen tonden ook om te filmen. Dat is ook fijn, want dan kunnen we nog iets vlotter doorwerken nog zelfs. Ja. Nou, kijken dat we morgen eigenlijk de halve zover leeg hebben, ja, op de... BNP en de tank na. Die hoeven nog niet buiten. Die wil ik eigenlijk pas naar buiten doen op het moment dat het echt gaat beginnen hier. Dus die probeer ik zo lang mogelijk binnen te laten staan. En dan, dan staan ze een week hier buiten wel. Allebei. Mop maar even. Komt goed. Jazeker. Hey Gerard, hartstikke bedankt voor je hulp. Ja, graag gedaan. En jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Mazzel.